tieten, ja, zeker. Hey, welkom bij een nieuwe video, mensen. What's good? Otje. Otje, where are you? Otje, I see you. I see you sitting there. Zal je even laten zien hoe koude groot Otje is geworden. Hey, Otje, ik heb een cadeautje voor jou. Niet zo boos kijken. Ja, precies. Dat is cute. Je gelooft het niet, maar ik ben weer de stad in gaan om een cadeau voor jou te kopen. Wil je zien wat voor cadeautje het is? Oh. Otje, wil je weten wat voor cadeau ik heb gekocht? Zo. Kijk hoe mooi dit beest is. Kijk eens hoe mooi. Loos schoonheid. Ik liep door de stad heen en ik dacht, ja, weet je, ik moet mijn kapsel even fixen. Ja, dat dacht ik. Let's go, man. In ieder geval, ik liep door de stad heen met mijn wow. Nou, eigenlijk was ik helemaal alleen, maar alsnog. Ik chillde gewoon in de stad en toen zag ik, kwam ik langs een dierenwinkel en toen dacht ik, ja, ik moet even wat lekkers kopen voor Otje. Otje, toch al best wel lang hier, Roos, is waarschijnlijk al 10 keer jarig geweest, terwijl ik het niet door had. Sorry, Otje, als je dit ziet, ik ben je altijd je verjaardag vergeten, ja. Zijn er echt mensen die de verjaardag van hun huisdier onthouden? I don't get it. Ik heb wat lekkers gekocht voor Otje en dat ga ik er even geven. Ik weet zeker dat dit hetgeen is wat alle katten stiekem willen. Otje is niet klaar voor dit. Ik zeg jullie eerlijk, she's not ready, man. Zo, jezus. Ik ben oprecht heel erg benieuwd of Otje dit chill vindt. Stiekem wel elke kat dit. Elke kat in de hele wereld wil dit. Maar ja, het is best wel moeilijk te verkrijgen. Het is allemaal zeldzaam. We gaan het gewoon proberen. Otje! Otje, where you at, boy? Lieverd, ik weet dat we elkaar nog niet zo heel lang kennen. Ah, look how cute she is. So cute. Oh my god. Otje, ik weet dat we elkaar nog niet heel lang kennen. Maar ik heb een cadeautje voor je. Omdat ik denk dat je waarschijnlijk al 10 keer jarig bent geweest. Terwijl ik het ben vergeten. Dit is wat elke kat wil in zijn leven. Dus het moment is daar. Hé, wat is dat? Hé, hey, wat is dit? Wat is dat? Dat is lekker. Dat is lekker. Vind je ervan? Vind je het lekker? Nee? Oké. Okay. Misschien ben je stiekem wel gewoon een hond, hè? Pak het bot! Breng hem terug! Breng hem terug! Gooi hem de andere kant op en dan moet je hem pakken. Pak hem! You can do this! Ja! 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 Let's go! Oh, nee. Nou, alsjeblieft, hè. Oké, genoeg gezeik. Het is tijd om te beginnen. Let's get it, man! Dit vind ik wel mooi. Laten we gaan beginnen. Let's go! What's good, Kelvin? Waarom is het al? Ga je even wat laten zien. Waarom is het altijd zo dat deze koude paprika gewoon een tweede pap? Kijk eens even. Dit is gewoon. Wat is dit? Gewoon een tweede pap. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calvin. Jullie zijn de Kelvin. Mocht je nou nog geen onderdeel zijn van de Kelvin, abonneer dan even op mijn kanaal. Doe dat dan sowieso. Amen. Mocht je de definitie van de Kelvin nog niet weten, dan staat hij hier. De Kelvin is de groepering van mensen die het gevoel hebben alsof ze alleen maar paprika's mogen eten. Dat is niet waar. Nee, de Kelvin is eigenlijk het aantal mensen wat gewoon besluit, hey, doe eens gek, want je bent al normaal genoeg, hey, man. Snap je? Vandaag gaan we, wat gaan we doen vandaag? Otje, wat gaan we doen? Otje, hot. Otje is weg. Otje is weggelopen. Hello darkness, my old friend. Like deze video, want bij 12 miljoen likes abonneer ik op mijn eigen kanaal. Yeah, oké. Temptation Island is volgens mij een programma wat we inmiddels allemaal een beetje kennen. Mocht je niet weten wat Temptation Island is, dan ga ik bij deze even kort uitleggen wat het is. Temptation Island is een reality programma wat gaat over stelletjes die zichzelf verplaatsen naar een eiland om ultieme relatietest te proberen. Om te kijken of ze ondanks alle verleidingen alsnog niet keihard in de reet geneukt worden door andere mensen. Ja, dat is het een beetje het idee. Oké. En ik heb ooit een video gemaakt waarin ik ging reageren op Temptation Island, want toen kende ik het nog niet. En ik dacht, hey, everybody's talking about this shit. I don't fucking know anything about it. En ja, voordat ik het wist, was ik aan het filmen met een van die chicks uit Temptation Island. Ja. Ja. Welkom in mijn leven. En nou is het zo dat er blijkbaar een tweede seizoen is van Temptation Island. En ik heb daar eigenlijk nog niks over gezien. Maar ik ga wel even checken, want ik ben benieuwd, man. Of er wat fine ladies zijn. Of er wat nice guys zijn. Of er wat lekkere katjes bij zitten. Huh? Ik ben gewoon benieuwd hoe de vibe is van Temptation Island 2018. Want ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ik ga jullie wel wat leuks vertellen. Ga je geloven of niet? Waarschijnlijk niet, maar het is wel echt de waarheid. Namelijk, ik ben gewoon gevraagd voor Temptation Island. Besef even. Hallo, ik doe mee. Ik doe mee met Temptation Island. Mijn naam is Kelvin. Dat programma is er gewoon voor gemaakt om je relatie kapot te laten gaan. En eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, ik vind het verdomde vermakelijk. Yo, we zijn op die Temptation Island. En je weet dat ik ben rapper. En ik doe dat als een wakker. Yeah, let's go. Lang van kort, ik ga even naar Temptation Island kijken. Ik heb er al veel zin in al. Dames en heren, ik zeg let's go. We gaan ervoor. Eeuw. Oké, let's go, wow. Gaan we even, hey, blijf staan, hou, blijf staan. Waarom is die deur dicht? The fuck? Temptation Island is eigenlijk gewoon het programma waarvan elke man zegt, oh, het zijn een beetje van die simpele vrouwen, weet je wel, die daar aan meedoen. Maar ja, tegelijkertijd zou je ze wel allemaal doen. Dus je moet even je bek houden, maar we weten allemaal dat als je uit Temptation Island kijkt, dat je stiekem 3 van de 4 al hebt besloten dat je ze gaat neuken. Zo, adem is koude moeilijk. Komt-ie. Maak kennis met de verleidsters van Temptation Island. Alright, man. Mensen, ik ben nog nooit zo hyped geweest voor iets. Oké, wel, dat is onzin. Let's go. The
Ah, zijn godverdomme dikke tetten zijn. Ook het enige wat elke man waarschijnlijk denkt als hij dit ziet. Dat zijn we gewoon tieten, ja, zeker. Swanetta. What were the parents thinking? Je kan je kind niet Swanetta noemen. Spijt me dat ik hier om lach, maar het is op zich wel een koude rare naam toch? Ik ben gek of zo. Hey Swanetta, je hebt wel een of andere zwoele blik. Ik ga je eerlijk zeggen, je bent niet helemaal mijn type. Ik ga eerlijk in. Waarom hebben die verleiders allemaal die blik dat ze gewoon altijd zin in seks hebben? Hoezo? Het is een beetje alsof ik een video maak dat ik altijd zo kijk. Yo, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin. Noem mij maar Muchacho Kiracho. Wel goede tune. Ik zeg je eerlijk. La Tita, barvrouw. Ik kan Latita niet zo goed handelen, man. Zeg je eerlijk. Maxime, ik geloof je niet. Ik heb een beetje het gevoel alsof een zeehondje een biljartbal heeft ingeslikt als ik naar jou kijk. Is het raar? Dit zijn inderdaad vrouwen, ja. Elke hetero man weet gewoon hoe het is toch, om gewoon een mooie vrouw te zien. Heel eerlijk gezegd, met alle respect naar de mensen die ik lief heb, dan staat de wereld gewoon soms even stil. Dan is het gewoon soms even moeilijk. En dat is ook waarom dit programma gemaakt wordt. Dat mensen gewoon weten, ja, het kan wel moeilijk toch om je pik in je broek te houden. Ik zeg gewoon eerlijk, ik moet gewoon een roodje houden. Ah! Meneer Charisse, dat betekent koesteren. Als je koest wil worden, dan moet je bij mij zijn. Mijn motto is, ik ben een echte blondje. Met een klein, pittig kontje. En wel een groot mondje. Ik wil dood. Ja, ik wil dood. Een pittig kontje, groot mondje, hou even je mel. Naast lekkere vrouwen zijn er ook mannen die verleiders zijn blijkbaar. Nou ja, ik wist niet dat mannen überhaupt verleiden. Hoe kan je een man aantrekkelijk vinden? Ik snap het niet. Oké, ik snap het wel. Maar ik snap niet dat je seksueel aangetrokken kan voelen tot een man. I don't know. Een man is echt zo'n harig ding. Ik ben een man, ik ben harig. Maar het zou raar zijn als ik alleen maar aandacht zou besteden aan de vrouwelijke verleidsters. Dus ik ga even de mannelijke verleiders even te pakken krijgen. Dit is waarom de verleiders meedoen aan Temptation. Ik doe meer aan Temptation omdat ik het verleden wel vaker relaties op de proef heb gesteld. En ik hou wel van een uitdaging. Ik heb relaties op de proef gesteld. Ik hou wel van een uitdaging. Wat is dat meest generic antwoord ooit? Ik ben gewoon een snitch. Ik ben gewoon stelletjes aan het opfokken. Dat heb je letterlijk net gezegd. Matthew, projectmanager. Aha. Ik weet dat in ieder geval de helft van deze mensen gewoon werkloos is. Maar dat is toch echt zo'n titel. Administratief medewerker, projectmanager. Een medewerker in een baan ooit. Ik doe mee op Temptation dat ik veel relaties kapot heb zien gaan aan bedrog. En ik ben benieuwd of deze vrouwen de verleiding kunnen weerstaan. Hè? Ik heb veel relaties kapot zien gaan aan bedrog. En ik ben dus... Thijsje is hier voor de meisjes. What? Thijsje is hier voor de meisjes. It does not even rhyme. Kelvin is hier voor... Jawel, Vin. Nou, het is koud. Oké, ga maar weg. Doei. We gaan naar huis. Dus daarom doen de verleidsters mee aan Temptation. Tijd voor tieten! Hoi, god. Ik doe mee aan Temptation, omdat mannen mij als een speeltje zien. En we gaan kijken wie nu het speeltje is. Je doet mee omdat mannen jou als een speeltje zien. Lieve schat, je bent geen speeltje. This is what people want when they think about a speeltje. No, don't fuck with me, oké? Dank je wel, de maat. Geen haat of zo, maar die Swanetta heeft wel een geile bek. Is echt. Ja, sorry hoor. En nu komt echt even de oerman bij mij boven. Maar zo. Ik ben hier om veel plezier te maken en voor een leuke tijd te beleven. Ik ben hier voor mijn eigen plezier. Waarom zeggen al deze chicks allemaal hetzelfde? Ik ben hier voor lol en misschien heb ik wel een kerel ooit. Ik ben hier om de vriendinnen een gunst te bewijzen en om de ware aard van de mannen naar boven te laten komen. Vriendinnen een gunst te bewijzen? Wat zeg je überhaupt? Deze chicks snappen gewoon niet wat voor programma het is. Ik doe het eigenlijk voor de vriendinnen. Hoezo? Je gaat de relaties kapot. Ik ben klaar. Ik ben hier om een spelletje te spelen. En ik heb het niet over Monopoly. Wauw. These boobs are all natural, honey. Dat is de titel van deze video. Vriendinnen gaan zich nog beklagen dat ze hebben meegedaan. Hoe mooi die bergen zijn. Wat zegt hij nou? Kijk hoe mooi die bergen zijn. This guy. Oké, nou respect voor die opmerking. Het is toch een bepaalde vorm van respect. Respect voor Danielle. Die hou ik gewoon graag aan. Waarom doe je mee aan dit programma? Ik snap het niet. Als je respect hebt voor je chick, dan doe je toch niet... I don't get it. Gaat het nu al fout in het zwembad? Als dat een titel is van een video over Temptation Island, is het sowieso niet fout gegaan. Want anders hadden ze wel gezegd... Oh my god, het gaat helemaal fout in het zwembad. Mesty en Letitia hebben het wel erg gezellig. Ja, het is een beetje plakkerig.
ik heb toen ook gezegd, stap per stap en slowly. Dat was meestal wel iets. Temptation Island, step up your game. We willen gekke jacuzzi zien waarin mensen elkaar bespringen en zo. Dit is gewoon echt de grootste teleurstelling ever. Temptation Island, man. You used to be so amazing. Now you fuck up. Maak kennis met de koppels van Temptation Island 2018. Zij doen mee aan Temptation, omdat ik mijn relatie toch wel eens wil zien op beelden. Ik snap het dus niet dat je zo'n kapsel neemt als gast zijn. Dit snap ik echt niet. Echt een man met koude, veel blonde, debiele haar op zijn hoofd. Ja, I know. Ik heb ons opgegeven omdat ik toch wel wat problemen heb met vertrouwen. En ik wil dat hierna dat ik hem gewoon volledig kan vertrouwen. Ik wens jullie onwijs veel succes en ik weet zeker dat het goed gaat komen met jullie. Deze mensen zijn zo naïef. Al deze mensen denken echt, oké, ga naar dit eiland. Komt zeker weer te goed. Ik weet zeker dat we nog steeds... Join the Kel fam, it's good man. Abonneer op mijn kanaal, join the Kel fam. We gaan het lekker doen. Ik zie jullie volgende keer alweer. Hey, what's good man? Hey!